Vera. Hallo, Vera. Hallo, Vera. Oh, hey, Vera. Yo, mensen. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij weer een plot van een Brodo bekijken. En ik pas helemaal goed bij de achtergrond. Zie je? Je ziet me bijna niet. Zie je me? Wow, check dit. Holy shit, ik kan echt Holland's Next Topmodel zijn. Dion de Kin. Ik vind hem prachtig. Hopelijk vonden jullie foto's ook mooi. Dat was mijn eerste fotoshoot. Wie weet binnenkort meer? Je weet het niet. Weet je, als we dan toch over foto's hebben, vergeet me niet te volgen op Instagram. @woutervdvaart. En dan gaan wij nu met de map beginnen. We zijn namelijk bij een Belgische map. En wij hebben een prachtige storyline voor ons liggen. Je bent Stan, een jongen van 14 die al zijn hele leven in een weeshuis in Cairo woont. Oké. Tot dat weeshuis sluit en je wordt verplaatst naar een raar afgelegen weeshuis. Het gebouw ziet er nogal vreemd uit en je hebt niet zoveel vertrouwen erin. Ook al noemt het weeshuis Droom. Droom door Avetje. Oh, dit is gewoon echt een heel... Dit kan gewoon een boek zijn, een film. Wie weet... Oh my god, ik zit vast aan mijn stoel. Ah. Oké, headset dat even vast. Wie weet wordt dit ooit verfilming? Je weet het niet. Dit plot is gemaakt door Avetje Heffen. Heb je alles gelezen? Ga dan door en volg het pad. Oeh, Stan's rugzak. Dat is... Is dit een hint dat Stan van regenbogen houdt? Als in... Misschien van andere jongens. Het zou kunnen, hè. Dat is over het algemene teken. Hey. No judgment. Met dank aan T-Bout Otegem en Kevin is het. Dank je, Kevin, voor het maken van de grond. Goeie helper. Hey. En dank je voor de redstone-constructie. Oeh, redstone-constructie. Oké, nu ben ik wel benieuwd. Skin battle. Is dat weer iets anders? Ik denk dat dit iets anders is. Stan denkt... Oeh, het wordt al nacht. Snel naar binnen. Ja, laat ik dat maar eens doen. Ik ben tenslotte Stan. Oh, een bibliotheek. Of is het een doolhof? Dat heb ik nou ook altijd. Dan loop ik een bibliotheek binnen en denk ik... Aha, een bibliotheek. Of sta ik in een doolhof? Ja, wie weet. Nou, ik denk dat het in dit geval een doolhof is. We gaan gewoon... Oh, zijn we eruit? Wie is Napoleon? Vraag 2, onthoud. Wie is Napoleon? Vraag 2, onthoud. Huh? Wie is Napoleon? Ik snap er nu al helemaal niets van. Volgens mij is deze map veel te moeilijk voor mij. Oké, deze kant dan op. Ik kan niet en praten en mensen vermaken en dingen onthouden en mooie modellenfoto's maken. Ik kan ook maar zoveel dingen, toch? Oké, nou ja. Oh, hier is een beetje aardrijkskunde. Wat zijn de 7 werelddelen? Oeh, dat is wel een beetje aardrijkskunde. Oké, nou laten we die gewoon... Ik denk dat ik die hier moet beantwoorden. We hebben Europa. Ik heb echt heel lang geen topografie meer gehad. Maar we hebben Noord-Amerika, Zuid-Amerika. We hebben Afrika. We hebben Azië. En Australië. Ja, klinkt wel redelijk goed. En dat waren er 7, toch? Ja, dat waren dat er 7? Nou ja, whatever. Wacht even, oké. Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Afrika... Azië, Australië. Nou, dan pakken we ook nog Antarctica erbij. Hupsakee. Oh, ik ga de verkeerde kant op. Waar moet ik heen? En ik weet nog steeds niet wat ik nou met die wie Napoleon moet. Oh, wat is eigenlijk bibliotheek in het Engels? Vraag 1, onthoud. Oké, dat is library. Library is bibliotheek in het Engels. En het is dat ik 2 talen gestudeerd heb, dus dan weet ik... Meer Engelse woordjes dan Nederlandse woordjes. En vandaar dat ik zo slecht Nederlands spreek. Yes, de uitgang. Woehoe. Hi, ik ben Elise. Hallo, Elise. Hallo, meid. Woehoe. Mooi haar. Welkom in de Weeshuis de Droom. Kan ik u helpen? U, zeg maar gewoon Stan hoor. Of zeg maar Stan the man. Yeah, Elise. Stan denkt, is dit het weeshuis? Wacht even, hij kijkt naar Elise en denkt hij, is dit het weeshuis? What? Dit is de droom! Dit is de droom! Oké, sorry, ik ga door. Ja, je kan me helpen, want ik ben nieuw in dit weeshuis gestuurd. En ik ben nieuw hier, weet je waar ik heen moet? Nee, dat weet ik niet. Loop maar naar het einde van deze gang. En dan naar de trappen. Op normaal is raam
Daar is onze mama. Je moet wel even zoeken tussen alle mensen, want er is een Halloweenfeest bezig. Good luck. Ik praat opeens Engels, want ik heb ook twee talen gestudeerd. Loop nou eens deze gang door. Oké, Elise. Hé, ik zie je later, hè. Na het feestje, jij en ik buiten... Oké. In het dorp waren er 3 vragen verstopt. Oh, shizzle. Wat is bibliotheek? Oh, dat is library, ja. Noord-Amerika, Azië, Oceania, Europa, Antarctica en Zuid-Amerika. De 7 werelddelen. Wie is Napoleon? Oh, ik moest hem dus toch beantwoorden. Oh, en Afrika zit er ook nog bij. Ik dacht er ook al. Ik noem dit gewoon Australië. Dat vind ik al een goed werelddeel. Wie is Napoleon? Een Franse generaal. Ja, dat wist ik wel. Maar ik wist niet dat ik die dus daadwerkelijk moest beantwoorden. Maar bij deze. Napoleon Bonaparte. Hey, Vera. Hallo, Vera. Hallo, Vera. Oh, hey, Vera. Naam. Of nee, wat is haar naam? Naam. Stijn de Mer. Moet ik me hier aanmelden in dit weeshuis? Ben jij Raan? Je staat niet. Wat was mijn stem nou? Je staat niet op een gastenlijst. Nee, ik ben Raan niet. Ik moet je eerst controleren. En dan moet ik hier Raan gaan zoeken? Voor 1 keer mag je door. Zoek Raan. Zoek Raan. Alsof ik een soort van hond ben. Zoek. Hey. Quest. Doorzoek de Halloween kramen en zoek naar Raan. De maskerkraam. Klinkt als Raan. Ben jij Raan de maskerkraam? Wil je een masker maken? Kom dan naar mij. Nee, dat hoef ik niet. de disco bar. Hallo, wie ben jij? Ben jij Raan? De pumpkinkraan. Is dat Raan bij de pumpkinkraan? Dit is Sophie. Hallo, Sophie! Oké, sorry. Quest, ga naar binnen het kraampje. Oké. Ik kom wel even bij Sofietje staan. Hoi, ik ben nieuw in het weeshuis. Weet je waar Raan is? Oh, nu de naam van... de stem van Sophie. We moeten daar nog weer... jij bent Stan, hè? Ik ben Sophie. Ik heb gehoord dat Raan aan het boven op zolder was. Quest, ga naar boven naar de zolder. Voorzichtig, ze zeggen dat het er spookt. Yo, thanks, Sophie. Ja, graag gedaan. Raar, volgens mij was ze een beetje schor van het feestje. Maak een foto met Deadly Dodo. Oh my god, dit heb ik altijd al gewild. Dit is echt mijn droom. Zeg cheese, Deadly Dodo. Cheese. Jeetje, we weten toch een knappe vent in het echt. Ik weet zeker dat die Vera wel... Ik wil een beschuitje met jou wel eten, Deadly Dodo. De bannerkraam. Anka en Aranka. Wij zijn de tweeling A. Wil je een banner? Nee. Gewoon even niet. Hey Robin, wil je taart pakken? Nee. Laten we gewoon met rust. Jeez, hoe moeilijk is het? Alleen voor bevoegde afgesloten, de keuken. Fuck it. Hey, what up? Yo. Oh, oké. Beetje rare keuken. Ik dacht, ik ben gewoon... Oh, hier is de zolder. Ik ga gewoon naar boven. Hey! Marcia. Marcia? Is mijn hele leven gewoon een leugen? Ik weet niet of ze Maisha bedoelen of Marcia. Als in dat dat gewoon een heel andere persoon is. Maar, hey, jij bent nieuwe, hè? En dan zeg ik, inderdaad. Weet je waar de trap naar het zolder is? Ja, dat zou je aan Vera moeten vragen. Ze is op haar kamer. Ze is zeg maar de medebaas van dit weeshuis. Ga naar de kamer van Vera. Maar ik ben Vera toch net tegengekomen. Ben je op Vera kamer geweest? Nee, Vera. Dus Louis, Lindsay, Saartje en Lies. Oh, er is hier niemand. De kamer van Jamie, Kweeny en Lore. Kamer van Kevin en Thomas. Kamer van Marcia, Sophie en Elise. James, Robin en Maxim. En Vera. Yo, Vera. Ah, wie ben jij? Ik zoek Vera. Dit is James. Hey, ik ben James. Ik zoek ook naar Vera. Er is iets ergs gebeurd in de badkamer. Kan je mij anders helpen? Quest, ga helpen in de badkamer. Is dit de badkamer? Wat moet hier gebeuren? Dit is waarschijnlijk niet de badkamer, hè? Oké, sorry. Waar is dan wel de badkamer? Oh, dit is de algemene badkamer. Ben je al bij Vera kamer geweest? Ja, loop door. James, kijk, ik vond hier bloedsporen naar de badkamer leiden, maar ze hebben de deur gebarricadeerd. Oh nee, dan moet er een andere ingang zijn. Quest, zoek de andere ingang. Oh jeetje, bloed in de... In de badkamer, dat betekent sowieso dat het... Nou, ik zal maar niet stomme grapjes maken. Ben je al bij Vera geweest? Ik denk het. Hierop.
Ho, hierheen. Ah. En hier, gemakkelijk hè? Jazeker. Yo, what up? In de badkamer. Wat doen jullie hier? Oh nee, ze hebben iemand vermoord in bad. James, weet je wie dit is? James huilt. Nee. Tamara, ze hebben haar vermoord. Mijn snoetje, mijn liefje. Nee. We moeten naar Raan. Ze is op de zolder normaal, maar we moeten eerst de trap vinden. Misschien weet iemand op een kamer waar die trap naar de zolder is. Quest, ga in alle kamers kijken of er iemand is. Tip, in een van de kamers ligt een aanwijzing. Vermoorde Tamara. Erg sneu. Erg sneu. Oké, we gaan gewoon hier doorheen. Zo. Oké, een hint. Is dit een hint? Quest, lees het boek. Ja, ik weet niet hoe ik dit boek eruit haal. Dat is een beetje een probleem. Misschien kan ik... Ah, oh, yes, ik kan hem gewoon kopiëren. Liefste dagboek, ik ben zeer bang. Eergisteren vond ik een geheime trap die naar de zolder leidt. Maar toen ik eenmaal boven was, heeft Vera... Wie is Sarah nou weer? Me betrapt. Ze zei dat ik nog zou boeten. Ik verstop dit dagboek hier. En niet in mijn kamer, want ik ben bang dat iemand het zou vinden. Als iemand het toch leest, ik vond de trap naar de kamer van Thomas. Vertel dit aan niemand. Oké. Dus waar is de trap? Stond het nou echt net... Lees het boek, ga dan op zoek naar de geheime ladder. Oké, ik moet gewoon echt tegelijk. Geheime ladder. Nou, waarschijnlijk is het dan bij Thomas, toch? James, Elise, Thomas. Geheime ladder. Privé douche. Privé douche, me hol. Ik ben Raan. Raan, kijk eens wie we hier hebben, de nieuwkomer. En wat doe jij hier? Dit is verboden terrein. Ik zocht u, maar niemand wist hoe je naar de zolder kon gaan. Waarom is die ingang verboden en geheim? Loop die gang maar door en je ziet het wel. Maar dat was makkelijk. Dat was makkelijk, oké. Wow. Raar. Oh my god, jij hebt die mensen vermoord? Oh, dat zijn allemaal graven. Waarom noemt dit weeshuis anders droom? Draai. Droom. Maar eensom. Moord. Oh my god, als je het omdraait, het is een moord. Ieder kind komt hier in de hal te staan. Stan denkt, moord. Ik moet hier weg. Quest, vlucht. Raan, er staat al een plekje voor jou klaar. Waar dan? Oh, Stan, awesome. Ik heb zelfs banners. Oh nee, shit. Nee, ik moet hier weg. Pak de minecart. Oké. Oh shit. Minecart. Minecart. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Oké, dat was echt goed dat ik daar even met de minecart ging. Ik moet de politie bellen. Tring. Politiestem. Hallo, kan ik u helpen? Wil u nummertje 148 bestellen? Nee, ik ben Stan Vermeijer. En ik ben in het weeshuis de droom. En er worden hier mensen en moorden gepleegd. Ik ben in gevaar. Bent u zeker dat u niet Nassie wil bestellen? Want anders komen we zo snel mogelijk aan met de helikopter. Zorg dat je op het dak bevindt. Oh, ik wil niets bestellen. Oké, ik ga naar het dak. Speedrun. Jump, 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 jump. Stan, ik ben boven. Kijk, daar is de politie. Mevrouw, u staat onder arrest voor het niet bestellen van Nassie. Meneer de politie, waar moet ik heen? Je mag samen met de anderen naar de helikopter gaan. Goed dat u hebt gebeld, jongeman. Oh, wow. Alsjeblieft, ik weet alleen niet waarom ik dan nu naar de helikopter moet. Ik zou eigenlijk wel naar huis willen. What the heck is die Teletubby? Dit stuk mag je vliegen, oké. Vette helikopter, die is mooi gemaakt. Dat is een mooie helikopter. Jongeman, u wordt geëvacueerd. U bent veilig nu. Bedankt voor het spelen van mijn map. Ik heb hier dus 2 dagen gebouwd en dan besteed. Alles zonder world edit. Einde storyline. Raan en Vera moesten de bak in. Vanwege moord. Alle kinderen werden veilig geëvacueerd. Nou, dat is dan... toch even een mooi einde, dames en heren. Dit is gewoon een verhaal vol liefde met Vera, Sophie, Anneke, al die anderen. Met moord, spanning, storyline. Ik vond hem heel erg leuk bedacht. Super erg bedankt voor het kijken. Hopelijk vond jij deze video leuk. Smash dan even dat duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren voor meer video's. Want er komen gewoon nog veel meer video's online. Elke dag eentje om 5 uur. En zie ik jou heel graag morgen weer bij een nieuwe video. Tot morgen, mensen. Ciao.